En HNC is uit niet zo best op dreef dit seizoen. Het haalde in 7 wedstrijden maar 5 punten. En als je zo met je kansen omspringt, is dat ook niet zo'n wonder. Rens van Bentum, het is al de tweede grote kans voor de Hardenbergers in de wedstrijd. Het had dus 0-2 moeten staan. En dan wordt het na 23 minuten 1-0 voor GVVV. Uitstekend teruggelegd door Martin van Eck en hij. Soufiane Lahmoudji maakt zijn 7e van het seizoen. De voorzet is van Mulder. Het hoofd van Eck en de inzet van Lahmoudji. GVVV op 1-0. 2 minuten later de vrije trap van Tess Gegget. Hulsbos kopt en de bal valt voor de voeten van de Graaf. Ja, dat is een koud kunstje. Voor de spits die overkwam van VVOG. Het is 2-0 voor blauw en wit uit Veenendaal. Jeremy de Graaf maakt hem. En dan staat de wedstrijd op zijn kop. Van der Leij, goed weggedraaid. Duel met Van Eck en dan zegt scheidsrechter De Bruin. Dit is een overtreding van Martin van Eck. Nou, ja. Wie het weet mag het zeggen. Metai mag aanleggen van 11 meter en die schiet binnen. HHC terug in de wedstrijd. 2-1. Dit is een goede bal op Jeremy de Graaf. En dan had het bij rust zomaar 3-1 voor GVVV kunnen zijn. Het was tegen de verhouding in geweest. Een goede onderschepping van de Jong. Terug van een schorsing. Vindt de Graaf, waarom schiet hij niet meteen? Deze hoek is wel erg moeilijk voor de spits van GVVV. Die dan ook mist. De Graaf. Jeremy de Graaf zoekt Martin van Eck. Dat is een goede kopper, maar nu even niet goed genoeg. Danes redt. Bal komt ook recht op hem af. Opnieuw van Eck. Oh, dat is een gelukkie voor Kobussen. Die zet daar Van der Leij per ongeluk vrij voor de doelman. Daar is Hulsbos. Daar is de overtreding en daar staat maar één straf op. Rood voor de centrumverdediger van GVVV die geschorst is voor de bekerwedstrijd van komende dinsdag tegen Cambuur. En GVVV een half uur met 10 man. En dat loopt fataal af. Ja, dat loopt fataal af. Van Bentum maakt de 2-2, de verdiende 2-2 voor HHC Hardenberg. En zo vinden twee ploegen dat ze een punt verspeeld hebben. De ene omdat ze met 2-0 voorstonden en de andere omdat ze veel beter waren.